Even zoeken, zoeken, zoeken. Even kijken, deze. Ja. En dan gaan we eens kijken of jullie er ook al zijn. En jullie zijn er, althans. Ik zie mezelf, dus ik neem aan dat jullie er ook zijn. Even een paar klikjes en dan kan ik van start. Even kijken. Ja, ik kan het lezen. Nou, dan is het zover. Goedenavond allemaal. Oh, dan staat er alweer wat voor. Als je die muis iets aanraakt, dan komt er alweer wat voor te staan. Hè? Dat is altijd zo lastig. Dus we gaan die muis gewoon even helemaal weg. Zo. Nou, daar waren we. Nou, wat gaan we doen? Ik ga iets... iets maken in mixed media stijl. Ik gebruik hem, of ik ga het gebruiken voor een verhuizing. Maar je kan er natuurlijk ook andere dingen mee doen. Andere teksten op doen. Dat het dus niet alleen voor een verhuizing is. Even kijken of ik die lamp nog even kan verplaatsen. Dan zit ik er zelf in te kijken. Dat is ook niet fijn. Zo. Ik ga iets maken van grijsboordkarton, oftewel chipboard noemen ze het ook wel, grayboard, zeg het maar. Ik wilde eerst alles voor gaan snijden, maar ik denk nee, ik ga dat niet doen. Ik ga jullie echt van het begin tot het eind, hoop ik, als het interessant genoeg is, meenemen hoe ik dus die creatie ga maken van chipboard. En... het wordt een soort mixed media verhaal, dus er komt nog van allerlei spulletjes aan te pas. Grijsboord, chipboard, hoe je het ook wil noemen, ik noem het altijd grijsboord, kun je niet snijden met een snijmachine. Althans niet met een tussen haakjes gewone snijmachine, want die mesjes die zijn vaak niet dik genoeg. Wat ik dan doe is ik neem een oud mesje. En daar heb ik even aan de zijkant wat zwarte strepen op gezet. Dat ik weet van, dit is een oud mesje. Die gebruik ik altijd voor het grijsboord. En daarmee snijd ik het in. En mijn eerste is op 10 centimeter. Dus ik snij op 10 centimeter, snij ik het in. Dan draai ik hem een kwartslag, want hij moet 20 lang worden. Even kijken, 20. En dan snij ik dat ook weer in met dat oude mesje. Dan heb ik dus heel mooi recht de maten erop staan waar ik moet snijden. Nou, dan pak ik gewoon een ander mes. En dan ga ik het verder doorsnijden. En dan ga je gewoon een aantal keer in dit geval er doorheen. En dan heb je mooi rechte lijnen gesneden. Dus dit vind ik het handigste om grijsboord te snijden. Wat ze ook wel eens doen is aan één kant snijden. Dan de plaat omdraaien en dan aan de andere kant snijden. Dat kan ook. Maar soms heb je dan toch dat je elkaar op de zijkant niet helemaal recht tegenkomt. En dan zit er een hele rare zijkant aan. Dus dat doe ik eigenlijk nooit. Dus Rianne, jij doet het dus wel. Maar ik merk dan wel eens dat hier dus toch een randje aan de zijkant komt. Maar ook gaat het vaak wel goed hoor. Dus... dat is maar net wat je zelf prettig vindt. Dit is mijn basis. Die is dus 10 bij 20.
Dan ga ik twee delen snijden van 1,5 centimeter ook bij 20. Dus ik leg hem op 1,5 centimeter. En dan snij ik altijd van beneden naar boven. Omdat je dan mooi tegen die kant aanduwt. Zodat die plaat mooi recht blijft liggen. Nou, ik ben er nog één nodig. Dus ik leg hem nu even op 3. Dus dan maak ik weer een 1,5 centimeter snede. En die wordt ook 20 centimeter lang. Dus ik zet daar even 20 centimeter. Wat is dat? Een stukje papier die we niet nodig zijn. Dan snij ik hem weer verder door. En zodat ik dus twee stroken krijg van 1,5 centimeter bij 20. Ja, kan ook. Afbreekmesje, dat kan ook. Er zijn meerdere manieren, zeg maar, om je grijsboord, je chipboard, grijsboord, hoe je het ook wil noemen, te snijden. Dat zijn er weer twee. Dan ben ik er nog drie nodig. Van 1,5 bij 7. Even kijken of die nog 7 is. Ja. Dus ik kan er nog één van 1,5 bij doen. Even kijken. En dat was 3. Zeg ik nou 1,5 is 3. En 1,5 is 4,5. En die wordt dan 7. Even kijken. 7. En daar ben ik er 3 van nodig. En ik kan nu al wel zeggen, ik ga toch wel een aantal dingetjes snijden vanavond. Dus. En ik ga hem echt vanaf het begin helemaal opbouwen. Dat jullie echt kunnen zien hoe dat gaat. Oh, deze heeft nog geen lengte gekregen. En die komt, die moet op 7 centimeter. Even vanaf de andere kant meten. 7 centimeter. Ja, dit is 2 millimeter dik. Het kan ook wel met een iets dunnere. Maar er komt zo nog van alles op. En dan vind ik mijn 2 millimeter toch net wat, wat rechter blijven. Ik vind de dunnere variant wil nog wel eens krom trekken. Nou, dat zijn weer een paar stukjes. Dan ben ik een stuk nodig van 6 centimeter bij 8 centimeter. Dus 6 centimeter. Nou, leg ik hem op 6 centimeter. Dan draai ik hem om. En dan ga ik hem weer op 6 centimeter leggen. Dus je snijdt eigenlijk dan aan de achterkant. En dan zul je zien dat het nu wel goed gaat. Nee, kijk. Ik kom er dus net niet door. Nou heb ik ook een heel oud mesje. Het zal natuurlijk ook meewerken. Maar daarom doe ik het dus zelf altijd graag het liefst doorsnijden met een mesje. Maar dat is maar net wat je zelf fijn vindt. Deze was 6 en die wordt hoog 8. Dus ik ga er even op 8 weer een lijntje inzetten. En die snij ik dan weer door met mijn mesje. Dit stukje even aan de kant. Dat is weer 1. Daar moeten we nog wat mee aan het werk. En dan ben ik nog nodig, even kijken, deze even recht afsnijden. Dat stuk gebruiken we dan straks wel weer ergens voor. Want eigenlijk heb ik nog 2 dingetjes wat ik wil laten zien, maar qua tijd heb ik dus geen idee. Maar goed, ik ga eerst maar eens gewoon
één dingetje doen. Dan ben ik nog 5 stukjes nodig van 1 centimeter. Dus ik leg hem op 1 centimeter. Ga van onder naar boven even snijden. En dan neem ik er nog maar 1, want anders dan red ik het denk ik niet. Zo. Dus 2 keer over van 1 centimeter. En die worden dan 7 centimeter. Dus dat is 7 en 7. Dat is 14 en 7 is 21. Oh. En ik kan nog tellen. En 7 is 28. Dan heb ik er dan genoeg. 2, 4, 6, 8. En ik was er nodig 7. Ja, ik kan rekenen. Het is goed gegaan. Nou, dit snij ik ook weer helemaal door. En omdat het dus al voorgesneden is, volgt je mes eigenlijk wel die snede die je al gemaakt hebt. Natuurlijk zal het ook wel een keer misgaan. Maar goed, dan snijden we een nieuw stukje. En het is gewoon een paar keer herhalen. En dan kom je er vanzelf wel doorheen. En deze nog even. Het is even een werkje, maar het is zo leuk als het straks klaar is. Tenminste, ik vind het leuk. Hè? Misschien zeggen jullie wel van, nou, moeten we daar nou weer mee? Maar goed, het wordt voor mij een verhuiskaart. Even zien, dan heb ik volgens mij alle delen gehad. Alleen deze moet ik dan nog even op 7. Nou, en dan ben ik toch wel weer de lui aan mezelf. Dan neem ik gewoon een oudere schaar. En dan knip ik gewoon die ingesneden delen. Die knip ik gewoon af op de 7 centimeter. En ook hier zal je schaar heus die ingesneden lijn wel volgen. Zo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, ik heb er 1 te veel, die is voor het volgende project. Dan hebben we dus heel veel onderdelen. Ja, ik vind het ook leuk, Sabine, om dingetjes uit chipboard te maken. Helemaal lekker zelf. En deze heb ik een beetje... Zo, er staat een rafeltje aan, dat willen we niet. Nou heb ik dat blokje... Van 6 bij 8. Nou, dan ga ik op 1 kant even met een, in dit geval een pen. Dat is lekker duidelijk voor jullie. Ga ik daar met mijn, ja, kom ze weer met de geodriehoek. Ga ik daar even lijntjes op zetten. Rondom van 1 centimeter. En dat vind ik zo makkelijk van een geodriehoek. Je kan het mooi zien. En eigenlijk wil ik in het midden ook nog streepjes hebben. Nou, het midden is natuurlijk 3. Want ik heb 3 centimeter. Dus ik ga 2,5 vanaf die kant en 2,5 vanaf die kant. Ga ik nog weer een streepje zetten. Even kijken, 2,5. En dan wil ik deze stukken, die ga ik eruit snijden. Nou, die is natuurlijk niet voorgesneden. Je kan dat met een liniaal doen. Maar als je durft, kan je ook zo... uit de hand die stukken eruit snijden. Dat is maar net wat je zelf leuk vindt, zelf prettig vindt, zelf durft. En dan hebben we het snijwerk bijna klaar en kunnen we
verder gaan naar het opbouwen. En het is ja, even een werkje dit, dat snijwerk. En heb je zoiets van, nou, dat kan ik allemaal niet. Dan doe je het gewoon heel rustig in meerdere sneden, laat ik het zomaar even noemen. Dus dan ga je er wat vaker doorheen. Je hoeft er niet in één keer doorheen. Je kan ook meerdere keren snijden. Nou, en volgens mij bijna er doorheen. Even vanaf die kant. Mooie strakke hoekjes krijgen. Zorg wel goed voor een mesje met een goede punt. Dat je goed in die hoekjes kan. Heb je nou een hoekje, nou, ik zal het even laten zien, wat niet goed gelukt is. Dan kan je dus je mesje erin zetten. Tegen de zijkant aan. Snij je iets verder naar beneden. En dan snij je dat hoekje eruit en dan heb je toch nog een strak hoekje. Nou, nog twee keer en dan is dit onderdeel ook klaar. En ik heb deze, had ik voor mezelf dus willen maken. En toen dacht ik van, hey, misschien is het ook wel leuk om even live te laten zien. Want heel vaak zie je dan een foto op Facebook en dan denk je van, ja, leuk, maar hoe wordt dat gemaakt? Dus nu kun je het lekker helemaal zien hoe ik zoiets ja, opbouw. Ben ik er nog niet doorheen? Nou, ergens zit hij nog vast. Nou, daar is die. Kijk, nou heb ik daar nog een hoekje wat ik niet zo mooi. En dan snij ik dat gewoon een beetje in. Zodat die laatste rommeltjes ook uit dat hoekje gaan. Nou weet ik al wat het wordt. Dus het is niet zo heel ernstig. Dat daar een ietsjes een randje zit in dat hoekje. Nou. Dat is dan het laatste onderdeel. Mijn mesje heeft geen rem. Ja, het is even ja, de huifkar. Ja, dankjewel. Ik vond hem zelf eigenlijk ook wel heel erg leuk geworden. Ik had er ooit eens foto's van gezien. Ik denk, nou, ooit wil ik dat nog eens gaan maken. Dus ik ben van het weekend lekker aan het meten en plakken en knippen geweest. En uiteindelijk had ik een huifkar. Maar er is zoveel vraag naar het patroon, dus ik denk dat ik daar nog maar eens even mij over ga buigen om dat eens uit te werken in een patroon of iets dergelijks. Dus dat komt allemaal misschien nog te zijner tijd. Een basis en allemaal onderdelen. En dan moet ik nog één onderdeel erbij en dat ga ik doen met deze stans. En die komt uit de collectie van JMA, van de Slimline. Daar zit ook dat boogje bij. En zo'n Slimline met allemaal van die ja, bloemetjes meer aan de zijkant. En dan neem ik een stukje kraft. Even kijken, zo ongeveer zo'n stukje. En dan ga ik die even uitstansen. Even tussen nog even penseeltjes pakken. Zo, nou. Dan hebben we dus een stukje papier waar dus die mooie ruitjes uitgesneden zijn. En die plak ik achter mijn lijstje.
ik noem het maar even een lijstje. Ik ga dat doen met Creal. Dat is mijn een gel medium die behoorlijk dun is. Dus die lekker smeert en lekker lijmt. Dan doe ik gewoon aan de achterkant, smeer ik die in met wat van die lijm. En dan plak ik die op dat figuurtje. Kijken of het een beetje uitkomt. Daar wil ik hem. Nou, de zijkanten, die snijden we natuurlijk af. Hou je niet van snijden, dan kan je ook knippen. Maar dan knip je niet aan deze kant. Want dan kan je nooit mooi dicht langs de rand knippen. Maar dan knip je eigenlijk aan de andere kant. En dan hou je de schaar langs het frame in dit geval. Dus langs het grijsboord. En dan knip je dus zo dat je dat cardstock niet meer ziet. Dus je knipt eigenlijk langs het cardstock. Of langs het grijsboord met het onderste deel van je schaar. Nou, dit kan er wel af, dat maakt niet uit. En dan heb ik dus mooi de raampjes, laat ik het maar even noemen. Die kan je nu dus mooi zien door dat framepje. Die even weg. Nu heb ik toch mijn gel medium daar liggen. Dus ik pak mijn grote deel. En die twee lange delen. Nou, die twee lange delen die zijn dus 20 centimeter lang. Bij anderhalf. Die smeer ik weer in met dat gel medium. En dan plak ik er één helemaal aan de rechterkant op mijn grijsboord. En ja, er komen vlekken op van lijm wat aan mijn vingers zit. Maar dat is totaal geen probleem. De tweede, die smeren we ook in met die gel medium, zeg maar. Met een, dat is een lijmsoort. Kan je ook de andere mixed media dingen mee plakken. Of rijspapier kan je er mee plakken. En die doen we aan de andere zijkant. Nou, even iets aanduwen. Dat het even kan hechten. Dan hebben we nog twee stukjes. Nee, drie stukjes moet ik hebben. Van 1,5 centimeter. Waar is mijn derde stukje? Dat deze, die was er al vandoor gegaan. Oh. De eerste, die komt onderaan. En als we het goed hebben gedaan, past die daar dan tussen. En mooi strak ertussen. De tweede, die komt er bovenaan tussen. Mooi recht langs de kant. En dan hebben we een framepje. Het verschil met deze lijm en andere lijmen. Nou, je hebt gewone lijmen. Dat zijn deze of wat hebben we nog meer? De gewone basislijmen. Oh nee, dat is dezelfde. We hebben nog Dutch Doobie Doo. We hebben nog van alles en nog wat. Dat zijn gewone lijmen voor papier en karton. Laat ik het zomaar even makkelijk uitleggen. De gel mediums, daar kan je ook mixed media dingen mee plakken. Zoals ijzertjes en dat soort dingen. Chipboard kan je ook plakken. Wel met de gewone lijm. Met de Art Glitter Glue bijvoorbeeld. Oh, wordt ook gezegd, zie ik nu. Maar ik vind deze gel mediums net iets sterker met chipboard. Althans, dat is mijn ervaring. Hè? Het is maar net ja, wat je zelf prettig vindt. Is natuurlijk ook wel een stukje
Maar een rijstpapier ga je niet plakken met een gewone lijm. Dat werkt niet. Dat gaat natuurlijk hobbel de bobbel worden. Dus dat doe je dan weer met een gel medium. Of met een Mod Podge. Of met een Liquitex. Of dat soort dingen. Dus dat is een beetje meer geschikt voor het mixed media gebeuren. Laat ik het zo maar zeggen. Even kijken. Dan heb ik dat raampje. Dat framepje met dat ruitjes achterop. Nou, die krijgt ook lekker een lijmpje. Of een beetje gel, laat ik het maar noemen. En die plak ik bovenaan in het framepje. Zo. Ja, Sabine, ik ook. Gebruik met dit soort dingen ook het liefst gel medium. Mod Podge in plaats van gel medium. Ja, dat kan ook. Ja. Mod Podge is ietsjes dikker als deze. Deze is wat dunner. En dan heb je nog de Liquitex. Die vind ik nog weer iets dikker. Maar deze, die plakt als een tirelier, vind ik. Maar ook dat is weer, wat is je eigen ervaring, wou ik bijna zeggen. Dus ja. Nou, dan hebben we nog een aantal onderdelen. En dat zijn die kortere stokjes. En dat zijn er 7 stuks. En die komen daar onderaan. Nou, ik heb mijn gel medium op, dus ik ga er weer een kloddertje neerleggen en dan ga ik deze onderaan in het framepje plakken en dan hou ik een klein beetje ruimte, laat ik ertussen even goed passen nog. Volgens mij heb ik al iets fout gedaan, want ik heb ze niet op 7 maar volgens mij op 8 afgesneden. Dan gaan we zo even kijken. Dan moet een stukje af. Haha. Je blijft lachen, hè? Even kijken. Even spieken. Ja. Ik heb zo'n centimeter te lang. Nou. Ook dat kan gebeuren. Even kijken. Dan doen we er even een stukje af. Dan moet een centimeter af. Die niet. Alleen de kleintjes. Doe even een centimeter af. Die moeten dus 6 centimeter zijn in plaats van 7. Geen idee hoe ik dat heb gehad. Maar goed, ik neem aan dat niemand mee zit te snijden of mee zit te doen vanavond. Dus dit is nog te herstellen. En je kan er beter iets afhalen dan erbij aanplakken. Nou, zo is het. Beter te lang dan te kort. Nou ja, en anders sneden we gewoon nieuwe stukjes. Nou, deze ga ik dus gewoon weer ietsjes openbuigen. Dan valt de schaar wel in dat gleufje. En dan knip ik hem af. Dus je buigt hem gewoon een heel klein stukje open. En dan pas je schaar daar wel in dat gleufje wat je dan ziet. En dan knip je dat af. Nou, de stukjes vliegen inmiddels overal naartoe. Ik hoor ze overal achter mij vallen en voor me. Maar goed, die vinden we straks wel weer terug. Nou, dan ga ik dan nog even spieken. Yes, yes. Zo is die goed. Dus deze zijn 1 centimeter bij 6 centimeter. En die plak ik dan met kleine tussenruimtes onder in dat frame. Even kijken. 2, 3, 4. En 7. Zo. Zo moeten ze erin komen. Dus ik begin aan de buitenkanten met plakken. Dan laat ik een millimetertje, 1,5 millimeter. Ruimte ongeveer.
grijsbord, chipboard, waar ik nu mee bezig ben, dat gebruiken ze ook voor de omslagen, zeg maar, van de albums. Ja. Als je dat tenminste bedoelt. Ik zie hier iets. Er heeft iemand iets gevraagd, dat heb ik gemist, over potloden, maar daar kan ik eerlijk gezegd geen antwoord op geven, want ik heb ze niet. Nog niet, laat ik dat maar zo zeggen. Dus ik kan daar nog niet wat over zeggen. Dan zou ik inderdaad even bij Dini Sprakel kijken, want die is er volgens mij mee bezig geweest. Nou, ik heb mijn panelen eronderin. En dan heb ik nog één deel. En als we het allemaal goed hebben gedaan, past die daartussen. En dan strak boven de, hoe heet dat? Een klein stukje eraf, merk ik. Dat plak je dan strak boven die planken die ik er net in heb gemaakt. Zo, dus dat is dan een soort van paneel. Nou zien jullie vast wel wat het is. Wat het voor moet stellen, hoop ik. Even een doekje erbij. Zo. En mijn bakje water. Gooi ik die even in. Dus de basis is nu klaar van deel 1. Ik hoop dat ik nog tijd heb voor deel 2, maar dat gaan we zo even zien. Dan pakken we de gesso erbij. En ik heb de, ja goed, een deur. Heel goed. Ik heb, ik doe het even zo, gaat iets sneller. De gesso van Cadence, maar het kan ook met gesso van Dutch Do Bedoe, dat maakt dan niet uit. Deze die begint redelijk aan zijn eind te komen. Nou, hop eens. Zo. En dan ga ik die deur even helemaal in de gesso zetten. Alles. Dus ook de raampjes en de framepjes. Alles krijgt een witte kleur. En waarom doe ik dat? Omdat chipboard, dat zuigt een beetje. Dat is karton, als daar vocht op komt, dan zuigt dat een beetje, dat trekt erin, zeg maar. En als je daar dan gesso onder doet, dan is dus die zuigkracht van het karton is, weg. Want je hebt het dus een soort van geïsoleerd met de witte gesso. En dan neem ik ook de zijkanten mee. Want die gaan we ook bewerken. En de bovenkant. Want als het regent, moet de bovenkant van de deur ook beschermd zijn. Is mij altijd geleerd. Nou, en dit hoeft allemaal niet super netjes. Als er maar een beetje gesso onder zit, dat hij gewoon puur niet meer zo'n zuigkracht heeft straks voor de volgende lading. Nou, en ik vond dit wel een heel leuk idee voor een verhuiscadeautje. Dus ik denk, ik ga hem mooi in de live maken. Nou, eens kijken. Alle randjes een beetje hebben gehad. Ja, die komt nog, de klink. Maar dat kan nu nog niet. Ik moet eerst even verder. Maar er komt wel een klink aan. Anders
anders is het niet echt een deur, hè? De andere kant zal ik ook een beetje wit op doen. Zo. Nou, ik zie daar nog een beetje. Maar ik zeg al, dit is niet zo heel beetje precies, maar ik vind hem wit genoeg. Hartstikke mooi. Die kan in de pot. Nou, dan gaan we deze even een beetje droog maken. Eerst even weer een stukje papier erbij. Iets te veel gesso. Oh, dan doe ik wel een beetje dom. Dat had ik zo in mijn bakje kunnen doen. Maar goed, leer voor de volgende keer. Ja, we gaan eerst even afvlakken, hè. Nou, het leuke is, ik ben zelf eigenlijk in mijn leven nog maar één keer verhuisd. En dat was wel van huis nummer 57 naar 59. Dus ik kon de deur uit en de andere deur weer in. En dat was mijn hele verhuis. Dus ik echt met een verhuiswagen en dat soort dingen, dat ken ik niet. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus. Maar wie weet, komt dat ooit. Nou, dan pakken we erbij de Rusty Patina. En wat penseeltjes. Even kijken. Even zien. Nou, niet zoveel, dat ik zo'n beetje oude penseeltjes heb. En dan heb ik de Mold Green. Oftewel de Schimmelgroen. Even een papiertje er weer bij. Ja, wat het straks het eindresultaat kan zeker ook voor een verjaardag. Maar ik hoop dat ik zo nog tijd heb voor een ander deel. En ik heb er nog één. En als het niet meer lukt, dan laat ik het wel zien. Maar ik heb nog een ideetje. En dat kan zeker voor een verjaardag. Ik heb hier de Oxide Yellow. Het is een beetje een gelige, okergelige kleur. En ik zal het even laten horen. Dat is dus een rusty patina. Oftewel een roestige patina. Patina, patina. En als ik het zo... Horen jullie dat? Er zitten allemaal een soort van steentjes in. Ik noem het maar steentjes. Ik heb geen idee wat het echt is. Maar het klinkt in elk geval als steentjes. En dat ga ik lekker op die deur smeren. En dat kan je stampend doen, je kan het vegen doen. Maar zelf vind ik een beetje stampend leuker. Omdat je dan straks echt die roest krijgt. En het ziet er eerst natuurlijk nergens naar uit, zo'n knalgele deur. Ja, ligt er ook wel aan wat voor huis je hebt. Kan natuurlijk hartstikke mooi zijn. Maar niet als ik het graag in een beetje roestkleur wil. Dan moeten we niet dit knalgele hebben. Maar dat komt zo allemaal goed. Want het wordt een oude deur. Dus iemand die gaat verhuizen, die heeft misschien een nieuwe deur gekregen. Maar dit wordt een oude deur. En ik stamp dit, omdat ik dan die korreltjes zo mooi vind uitkomen straks. Als ik dit zou gaan vegen, dan zie je die korreltjes niet zo mooi. Dus ik vind dat, kijk, dat stampende, dan wordt het lekker ruw van. En dat vind ik straks zo mooi als het roesttintje erop komt. Ik moet even wel wrijven in de naadjes. Dat dan weer wel. Dat het even daartussen komt. En dan gaan we het gewoon weer stampen.
Zo. Nou, ook een beetje aan de zijkant natuurlijk. Ook de zijkant krijgt een beetje kleur. En aan deze zijkant. En dan hebben we nog een bovenkant. En we hebben ook nog een onderkant natuurlijk. En ik zie nog wel her en der wat witte vlekjes. Maar dat is niet zo'n ramp. Maar ik ga de onderkant even geel maken. Maar dat hoeft niet echt zo gestampt te worden. Nou, dat is één. Dan neem ik weer een andere kwast en dan ga ik met die groene stamp ik daar overheen. En dan niet de gehele deur, maar puur dat ik denk van daar wil ik een beetje iets meer een roesttint hebben, ga ik wat van die groene opzetten. Ja, onder moet ook eigenlijk, want anders dan krijg je er inderdaad rot in. En nu ziet het er nog totaal niet roestig uit. Al noemen ze dit wel rusty patina. Ik vind de kleuren niet echt roesterig zijn. Ja, kan ook. Voor iemand die altijd iedereen graag ontvangt. En waar alles kan en mag, zeg maar. Is ook leuk. Zo, nou hebben we hier nog een stukje. En dan nog een beetje zo aan de zijkant. Nou, en je ziet wel, ik doe het gewoon met hele oude penseeltjes die bijna de container in kunnen. Je kan het ook met die sponsstokjes doen. Maar ik denk, ach, ik pak gewoon even een penseel. Kijk, hier kan het natuurlijk ook mee met zo'n sponsstokje. Kan je het iets meer verdelen. Nou, en dan vind ik hem zo wel tussen haakjes roesterig genoeg. Dan moet ik even, ik heb mijn emmer vergeten. Ik moet even het deksel van het bakje afhalen. Dan past mijn sponsstokje daarin. Zo. Dan gaan we dit weer een beetje oh ja, dat is natuurlijk nog niet droog. Oh, wacht, ik heb mijn handdoek hier nog. Nou, ik ga het niet helemaal schoonpoetsen. Als het maar een beetje weg is. Dan gaan we hem droog maken. Want dit moet... is dit zelfs als de cadens flesjes? Flesjes? Ik wil gewoon flesjes. Nee, ik kan geen rusty patina in flesjes bedenken. Ik ken het alleen in die potten. Dus ik weet niet, Carla, wat je bedoelt. Ja, het mos van Cadence is ook erg leuk om schoon te maken, inderdaad. Het is lekker korrelig ook. Als het, soms is het net of de haartjes in zitten, hè. Nou, een beetje aan de zijkant nog. En als ik de tijd zo zie, nou, dan als jullie het nog willen zien, kan ik het doen. Maar volgens mij ga ik het niet redden om nog mijn tweede ding te maken. Maar goed, hij is nu oranje met groen. Laat ik het maar even grof zeggen. Dan heb ik een tube en wat oude penselen die ik alleen gebruik voor dit spul. En dit is vintage antiek pasta van Antonus van Stamperia. En dat is een pasta waarmee je de boel oud kunt maken.
Dus ik ga daar een kloddetje van op mijn glasmat doen. Het hoeft niet eens zo heel veel. Het is een hele grote tube, dus je kunt er lekker lang mee vooruit. En dan pak ik een oud penseeltje. En dan ga ik daarmee over mijn rusty patina. En dat ook weer stampend, want die patina, dat zijn die korreltjes. Dus die korreltjes, die krijgen dan ook ertussen wat van die patina. Wat je ook kan doen, is je kan het uitvegen. Kijk, maar dan wordt het weer wat lichter. En nu wordt het straks wel echt wat meer roesteriger. En dat vind ik zo leuk van die rusty patina. Van deze rusty patina. Dat zijn die korreltjes. En doordat je deze vintage soort van waxachtige toestand overheen doet. Ja, wax is het ook nog niet. Het is echt een pasta. Kijk, dat kan je uitvegen. En je hoort het wel. Het is heel ruw. Doordat die korreltjes in die rusty patina zitten. Nou, en je kan dit zo donker maken als je wil. Hou je van wat lichter, dan ga je gewoon heel lichtjes eroverheen. Dan blijf je dus heel veel van het gele en het groenig nog zien. Maar ik hou er wel van dat die echt lekker roestig is. Dus er mag lekker veel. Er mag aardig wat op. Maar dat gele en dat groenige van die rusty patina, dat schijnt er nog een beetje door. En dat vind ik, als iets verroest is, komt er ook vaak die oude kleur nog wat doorheen. Kijk, en dat vind ik bij deze rusty patina en deze vintage wax, of antiek pasta is het eigenlijk, vind ik dat ook zo mooi. Je ziet dus die ondergrond er nog iets doorheen. Kijk. Kijk, en daarom moet het wel goed droog zijn, want anders kan je absoluut niet vegen. Dan neem ik even een kleiner penseeltje. Dan gaan we natuurlijk ook de tussenrandjes nog een beetje doen. Nou, dan kunnen we lekker een beetje wild, wat ik bijna zeggen, wel doen. Dat hoeft allemaal niet netjes. Als er maar een beetje kleur op komt van het bruinige. En doordat we met die gel medium geplakt hebben, is het natuurlijk allemaal lekker goed vast. En het plakt ook best wel snel, vind ik. Zou je dan ook structuurpasta op kleur kunnen brengen voor de korrels? Het zijn wel andere korrels, laat ik het zomaar omschrijven, die in structuurpasta zitten. En als je het gaat mengen met iets, wordt het natuurlijk ook weer dunner. Dus het is maar net wat voor kleurtoestand je erin gaat doen. Dus ik zeg geen nee. Maar het is echt iets om te proberen hoe het uitpakt met wat je erin gaat doen. Dus, nou, de zijkanten doe ik gewoon even lekker met mijn vingers. Dat gaat iets sneller en dat heeft toch niet zo heel veel dat zo heel netjes moet. Dat ruitstructuurtje, ja, ik vind het op zich wel leuk. Maar dat kan je nog weer aanpassen met een andere wax. Hè? Met een zilver- of goudkleurige wax kan je dat eventueel nog weer wat ophalen. Eventueel met een billendoekje zou je er ook nog iets overheen kunnen gaan. Even kijken of ik dat...
dat je dus die raampjes wel weer iets beter ziet. Maar ik hou ervan als het lekker zo, ja, oud wordt, laat ik het zo maar noemen. Nou, even zien dat we dit weer een beetje wegpoetsen. Zo. Dan pak ik weer mijn gel medium. En even een kwast. En dan doe ik gewoon wat op de kwast. Nee, ik doe toch iets op mijn... Ach, dit is de gesso. Oeps. Ging het bijna mis. Beetje gel medium weer. En als je tevreden bent... Ik heb hier nog iets vergeten. Daartussen moet nog iets. Maar ik zeg, er komt nog van alles overheen. Dus ik kan dit allemaal wel pietje precies gaan doen. Maar dan zien we straks niks van terug. Zonder van het werk. Nou, dan ga ik hem wel een beetje sealen. Want ik merk dat die vintage antiquing, die pasta, dat hij dus wel wat blijft afgeven, vind ik zelf. Hij moet misschien wat langer de drogen, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ga hem gewoon heel lichtjes, gewoon met een kwast, ga ik hem een klein beetje sealen met een beetje gel. Daar staat. Die leg ik even weer weg. Die ben ik zo nog weer nodig. Als het lukt, ga ik nog even door. Maar goed, ik ben hier nog lang niet meer klaar. Beetje drogen. Nou, zeg, gaat dat allemaal best wel snel. En dan had ik nog ergens neergelegd mijn deurklink. Ik heb gewoon zo'n, hoe noemen ze die toch? Zo'n knopje, een hitch fastener of zoiets. En dan doen we gewoon wat gel medium aan. En dan gaan we die op de deur plaatsen. Zodat de deur dus ook een, weet dat, een deurknop heeft, een handvat. Even zien, wat heeft hij nog? Nou, dat droogt, dat kleine randje wat er omheen zit, zeg maar dit, dat droogt transparant op. Dus daar zien we niks van terug. Dit is al in elk geval een deur. Mijn vingers, nou dat kan nog wel zo'n beetje. En dan pak ik even wat erbij. Oh, dan valt hier van alles naar beneden. Hoppakee. Klinkt erger dan het is. Hoe kom je aan het knopje? Die hebben we gewoon in de webwinkel. Alles is gelinkt bij de producten van vandaag. Ja, de deurknop links. Ja, ik heb een deur die... linksom draait. Nee. Moet ik even zien. Hij draait rechtsom, maar de handvat zit al links. Zeg ik dat allemaal goed? Te veel informatie. Laat me zitten. Nou, dan gaan we eens even kijken. Want het moet natuurlijk nog wel mooi versierd worden. En dan moet ik even zien of dat lukt met mijn vieze vingers. Even kijken. Dat had ik vergeten te pakken. Ik ben even een stuk lint nodig. Maar dat komt er dan. Ja, ik moet zeggen, bij mijn deur zit hij ook aan deze kant. Dus dat zal wel verschillend zijn met draairichtingen. Nou, ik maak even een strik. Een beetje een grote tussen mijn vingers. Heb ik een, nee, ik neem een driedubbel. Ik neem een iets grotere, iets dikkere. Draai ik om mijn vingers 2 keer, 3 keer, vind ik ook wel mooi.
onder alles door naar achteren en dan doe er een knoopje in. Zo. Nou, kom op, dan is die 3 keer. Toch? Nou, hij blijft eronder zitten. Kom nou. Ja, 3 dubbele. Ga ik even een beetje verfrommelen. Een stukje eraf. In een zwaluwstaartje, zeggen ze dan, hè. Die ligt al klaar. Oh, 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 ik stoot mijn knop, de deurknop eraf. Dat is natuurlijk nog niet droog. Even kijken. Wat zullen we doen? Roze of blauw? Ja, ik vind dit heel erg handig. Tussen duim en wijsvinger. Om je ringvinger en je wijsvinger draaien. 1 of 2 keer, wat je maar leuk vindt. 2 keer. Dan onder alles door naar achteren. Pak je hem daar weer aan. Haal je hem er overheen. En dan leg je er een knoopje in. En dan kan je eigenlijk heel veel maten strikjes maken. Zo breed als je vingers zijn of zo smal als je vingers zijn. Maar dat is maar even een dingetje. Het is even oefenen. Ik noem het wel eens vingergymnastiek. Kijk, en dan heb je een strikkie. Een klein strikje in dit geval. Wat zei ik? Blauw, blauw, blauw. Oké, we gaan voor blauw. Ik kom een heleboel blauw tegen. Dan gaan we voor de blauw. Even kijken. Het wordt wel... waar is mijn wit? Nou, ik moet niet zo kreuzelen. Ik moet een beetje opschieten. En ik wil nog iets laten zien, dus... Hatsieflats. Beetje doorwerken, dame. Nou, het wordt een beetje aqua blauw. Is dat ook goed? Vast wel, hè? Ja, die strikjes maken zijn ook makkelijk, hoor. Het is wel een oefening met je vingers te doen. Nou, ik ga natuurlijk de deur lekker versieren met, in dit geval, bloemen. Oh ja, moet je hem wel aanzetten. Hey. Wat nu? Oh nee, mijn stekker is eruit. Dat is ook wat. Dat gaat hij ook nooit doen, hè. Even kijken. Eén momentje. Dat was natuurlijk wat er net viel. Ik heb dat een beetje... Beetje raar aan zitten trekken hier. En daar was die stekker wat uit de stopcontact viel. Doet hij nu wel? Ja, nou doet hij wel. Weet je, laten we dit even drogen. Ja, of je steekt de stekker erin, inderdaad. Daar kom ik zo wel op terug, want dan wil ik nog even wat anders laten zien. Wat ik ook zo leuk vind om met chipboard te doen. Kijk of ik dit nog... Dan ga ik iets doen, dan moeten jullie niet kijken hoor. Dit is een oude liniaal. En dan maak ik altijd zo even mijn glasplaat mee schoon. Hebben jullie niet gezien, hè? Ik molesteer gewoon een oude liniaal. Schraap je hem zo mee schoon. ja, die heeft ook een rare stekker, want het is een Amerikaans lijmpistool. Dus er zit ook zo'n omvormding aan. En die was er blijkbaar uitgekieperd. Wat wilde ik nog laten zien? Ja, ik ga toch even weer iets, snel even iets snijden. De maat maakt op zich niet zo heel veel uit. Ik maak een 10. Nou, ik doe hem gewoon 10 bij 20. Hebben we net ook gedaan. Passen ze straks mooi bij elkaar. Even zien. Mes erbij. Dan gaan we die weer even helemaal doorsnijden.
Want we hebben heel leuk spul in de winkel. En ik vond dat dat wel een beetje aandacht mocht hebben. Omdat het zo leuk is en eigenlijk niet gebruikt wordt. Vond ik ook nog zonde. Dus ik denk, ik zal het eens even laten zien. Dat is 10 bij 20. Dan ga ik nog even meten. Deze is 1,5. Ja. Dus 2 stroken van 1,5. Voor de zijkant. En dan nog een stuk van 1,5. Even kijken. Zeg ik dat goed? Even denken. 1,5, 1,5. Ja. Toch? 1,5 en 3. En 4,5. Maar die wordt dan straks. Ja. Ik ben even mezelf aan het moppelen. Horen jullie wel, hè? Oh ja, moet ik hem ook over zo natuurlijk op 20 doen. Dat hebben we net ook gedaan. 20, dat is daar. Oh, ga lekker. Ja, je kan eigenlijk die deur met van alles en nog wat kleur geven. Met inkt, met verf. Als je de gesso opdoet, dan is de zuigkracht van het papier, van het karton, weg. Dus dan kan je er eigenlijk van alles en nog wat wel op doen. Maar ik vond dit zo leuk. Een beetje met die roestdingetjes maken. Nou snij ik strookjes van 1,5 centimeter breed. Waarom? Omdat mijn foam, of mijn tape van Studio Light ook 1,5 centimeter is breed. En dus mijn strookjes ook. Wat ik nou ga doen, is ik plak eerst dit plaatje van 20 bij 10. Ga ik afplakken. Als ik de opening kan vinden, ja. Met dit tape, dit malle tape van Studio Light in dit geval. Maar dat kan natuurlijk met alle malle tape. Plak ik hem af. En dan mooi aan de randjes van van het grijsboord. Dus zo dicht mogelijk op het randje van de buitenkant. Zo. Even denken, waar heb ik het gelaten? Dan heb ik hier een heel leuk potje. En het zit in een doosje. En ik ga eerst even een papiertje pakken, wat ik eronder ga leggen. Ja, ik snij dat grijsbord inderdaad met een oud mesje. In het begin heb ik dat verteld, dat ik dat mesje speciaal bewaar om dat grijsbord mee te snijden en daar dus even zwarte dingetjes op heb gedaan. Ik heb hier een flesje en dat noemen ze mirror effect. 1 minute mirror effect. En mirror is natuurlijk een spiegel. Dat is van Cadence. En dat is ontzettend leuk spul. Maar het is volgens mij nog nooit laten zien ergens in een live. Ik denk, nou, dat gaan we er nog even achteraan doen. Het is een sprayflesje. En ik ga daar nu mee die basiskaart van 10 bij 20 die ik afgeplakt heb met 1,5 centimeter tape. Ga ik hiermee insprayen. Dan glimt het voor mij ontzettend. Dus ik hoop dat ik het allemaal gehad heb. Volgens mij wel. Het ruikt wel een beetje verfachtig. Oops. Nou, het is met een minuutje droog. Dus dat gaat lekker snel. Ook mijn glasplaat is het al droog. Dus dat maken we straks wel schoon. Kijk. Het is al droog. Dat leg ik even opzij. Dan heb ik 2 stroken van 1,5 centimeter.
Die maak ik even wit. Ik doe even op een andere manier. Even kijken hoe we dat een beetje op een snelle manier kunnen doen. Gewoon zo uit de fles. Lekker aan de klieder vanavond. Ik hou ervan. Heerlijk. En wat ook zo leuk is, ik was van het weekend druk bezig om nog eens weer een patroontje te maken. En toen dacht ik dat ik het wiel uitgevonden had. En toen past het niet meer in elkaar. Dus dat moet ik nog even weer opnieuw puzzelen. Dus die houden jullie nog te goed. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga lekker aan de klieder vanavond. Nou, de rest, dat snappen jullie wel, dat het ook even wit moet worden. En waarom doe ik dit nu eerst, voordat ik het opplak? Omdat ik natuurlijk die spiegeltoestand er al op heb gedaan. En daar wil ik natuurlijk niet weer met die witte gesso aan zitten. Nee, onder dat spul hoeft geen gesso, kan wel. Maar als je de gesso onder doet, heb ik vernomen, dan moet je je gesso wel heel mooi uitvegen. Want alle streepjes die je op je gesso maakt, die zie je dus ook weer in die spiegelspray terug. Dus dat vond ik, dat ik dacht van, ja, oké, ik doe er geen gesso onder en dan vind ik het mooier worden. Vind ik, hè? Maar het kan zeker met de gesso eronder. Deze moet ik even meten. 1,5 en 1,5 is 3. Dus deze moet 7. En dan ben ik er nog eentje nodig van 7. En dan is het snijwerk klaar. En die maken we ook nog eventjes snel wit. Zo. Daar is dat. Ik denk, ja, ik ga toch maar even dit erachteraan doen. Wat dit wordt, vind ik ook zo leuk. Wie weet, jullie ook wel. Dus dan wordt het maar iets later. We hebben morgen toch vrij, denk ik. Oh nee, wij niet. Wij hebben morgen... mijn schoonmoeder is morgen jarig. Dus iedereen hangt morgen de vlag uit voor mijn schoonmoeder, zeg ik wel eens. Maar dat is dan weer niet zo. Nou, even zien. Waar is mijn föntje? Heel klein beetje de laatste natjes eruit föhnen. Nou, dit mag lekker blijven zitten. Zo. Dan ga ik deze ook nog even snel in de... Ja, en morgen gaan we natuurlijk naar Metallica. Jij? Ja, ik. Even zien. Die Rusty toestand, die doe ik er zo even uit het potje op. Het gaat puur even om het te laten zien wat je er ook mee kan maken. En ik doe dit echt voor die tijd, omdat dit door dat spiegelspul na die tijd bijna niet te doen is. Tenzij je de spiegel weer af gaat plakken. Maar dat wordt ook een lastig verhaal. Want ik weet niet of dat met allerlei spulletjes kan. Dus ik doe het maar even zo. Even kijken. Die kan daarin. Deze doen we dicht. Die hebben we gehad. Ja, dank jullie wel. Nou, ik heb een schoonmoeder. Ze wordt 77. Maar als je zegt van ze is 50, geloof je het ook nog. Heel actief. Klein beetje drogen.
dan nog lekker wat van die groene smurrie eroverheen. Nee, dat ga ik niet. Die tijd heb ik gehad. Dat gaan we niet meer doen. We gaan gewoon een beetje genieten. In de jonge jaren had ik vooraan gestaan, denk ik. Maar dat doen we niet meer. Ben heel benieuwd. Nou, hier ook een beetje van die groene smurrie op. Ja, de zaal gaat al om 3 uur open en om 4 uur begint de eerste band al. Maar goed, ik weet niet of wij dat allemaal gaan zien. Maar we gaan het meemaken. Als we maar om 8 uur zijn, want dan begint waar wij voor komen. Vroeger verhebbingen, nu stuiteren. Oh, dat is wel een hele overgang. Nou, ik vind eigenlijk heel veel leuk. Dat is mijn probleem een beetje. Maar goed, dat vegen we zo wel weer af. Nou, dan heb ik mijn spiegel. Laat ik het maar zo noemen. Dan gaan we dat tapeje gaan we daar weer afhalen. Zo. Kijk, en nou wordt duidelijk waarom ik dat zo heb gedaan. Want nu... Nee, pak ik weer de gesso. Nu kan je dus die randjes makkelijker plakken. Omdat daar dus nu niks onder zit. En je spiegel ding, moet ik dat nou zeggen? Dat spiegel sprayspul. Dat zit er al op. Dus. We maken, of ik heb nu een spiegel gemaakt. Nou ja, daar lijkt het een beetje op. En ik denk als ik hem 2 keer had gespreid, dat hij nog veel meer gaat spiegelen. Maar ik vond dit zo leuk. Ja, Floor Jansen, die is er zaterdag en die is er morgen niet. Dat vond ik nog wel jammer, maar goed. Het is niet anders. Tenminste, dat heb ik begrepen. Waarmee kan je vellum stempelen? Je kan vellum stempelen. Ik zou deze pakken. De Versafine Clear. Lekker laten drogen. En anders inderdaad Stazon. Maar ik vind Stazon vind ik wel heel heftig. Maar alle watervaste stempelinkt, dus die dus watervast opdroogt, kan je vellum stempelen. Nou, dit is dus de spiegel. Ook die ga ik weer helemaal van die hutje prutje voorzien. Die kan even drogen. Dan pak ik nu deze nog even weer terug. Want we gaan niet alleen natuurlijk met bloemen plakken. Ja, ook wel. Even kijken, waar zijn ze allemaal gebleven? Oh, hier had ik hem al. Even kijken. Gosje, mijn Nikkie. Het is weer een live en mijn lijmpistool is weer leeg. Hoe is het mogelijk? Nou, deze. Die komen hierop. En dan zal ik zo nog even mijn andere resultaat laten zien. En het mooie van deze creatie, laat ik het zo maar noemen. Hij is natuurlijk nog niet klaar. Maar daar komt natuurlijk nog veel meer op. Zal ik zo laten zien. Maar we hebben daar hele mooie stempels bij. En dat is eigenlijk al een oudje. Maar die zijn dus speciaal voor dit soort creaties.
En ik hou er natuurlijk van als er heel veel op zit. En dan neem ik een stukje, hoe noem je dat, kaartstok. Nou, hier pak ik bijvoorbeeld een nieuw home, een nieuw huis. Er staan hele leuke teksten op. Nou, ga eens open. Die stempel ik op dat stukje cardstock. En dan hebben we een nieuw home. A place to call home. Good luck. This is the start of a new adventure. Welkom. En dan kun je welkom home kan je eventueel nog doen. You've got the keys. Dus je hebt de sleutels gekregen. Home sweet home. Big move, een grote verhuizing. En create new memories. Dus maak nieuwe herinneringen in je nieuwe huis. Dus dit zijn allemaal stempels die heel goed passen bij een verhuizing. Nou, dan heb ik daar natuurlijk weer mijn snijapparaat bij nodig. Ik ga even snijden met mijn hele oude mesje. Dat werkt verder prima. Dan neem ik weer zo'n stukje van het grijsboord. En een beetje lijm. En dan plak ik zeg maar zo'n stukje grijsboord onder zo'n tekst. En dan kan je dat heel mooi verwerken op zo'n kaart. Of creatie, of hoe je het ook maar wil noemen. Doen we een beetje bruin aan de randjes. Want de creatie is natuurlijk ook roestkleur. Nou, en dan kan je die ergens op je creatie plakken. Nou, bij mij komt die er nog niet op, want er zitten nog lang niet genoeg bloemen en toestanden op. Dus ik ga eventjes nog wat kijken of ik er nog wat bij kan vinden. Een beetje bruin tinten is wel mooi. En dan niet te lang nadenken, gewoon pakken en plakken. Pakken, pakken en plakken. Die daar. Even kijken. Is dit? Nou, dat komt zo wel. Even kijken. Nog een blauw tintje erbij misschien. Die is wat feller blauw. Gaan we die daar bovenop doen. Dat is ook wel een keer leuk. Doen we gewoon. Zo. Nou, dan heb ik een bak. Ik ben altijd dol op, ik noem het altijd rommelwinkels. En dan ook bijvoorbeeld een intratuin of een ander soort. Ja, je hebt in de grote steden heb je ook wel eens van die winkeltjes met allemaal prullaria. En dan haal ik altijd allerlei takjes en noem maar op. Allerlei prutjes en takjes en besjes en allemaal nepspul. Droogbloemen, nou, alles kan ik eigenlijk wel gebruiken. Alles vind ik leuk. En die plak ik daar dan gewoon tussen. Want ik hou er wel van als er echt een lekkere, behoorlijke dot van dit spul komt. Opkomt. Ja, daar hou ik dan weer van. En dat kan natuurlijk ook met standjes van blaadjes. Dat kan ook. Maar op een of andere manier moet dit even, vind ik dit even mooi op deze manier. Ja, Stazon is ook een soms een eigen wijsje. Ik probeer wat te lezen, maar het vloept steeds snel voorbij. Maar goed, om dus te stempelen op vellum is het denk ik nog dat het daarover gaat. Stazon, ik vind Stazon, ik gebruik het nooit, laat ik het zo maar zeggen. Die nog daar. Nou, daar kan nog natuurlijk nog van allerlei hutje prutje. Bij op.
En dan plak ik dat kartonnetje daar een beetje onder op dat hoekje. En dan heb ik een creatie voor een nieuw huisje. Nou, daar kan je natuurlijk ook nog een kettingje aanhangen met een sleuteltje. Of je maakt een kransje op de deur. Of nou, al dat soort dingetjes kan je ermee doen. Ik heb dus een spiegel ook al gemaakt. Die zal ik ook even laten zien. Dit is mijn spiegel. Dus hij was eerst zo. En nu is hij dus zo. En even kijken. Waar is mijn andere? Even spieken. Oh hier. Kijk, deze hebben we ook nog. Dit is mijn andere deur. Die had ik al eerder gemaakt. En ik heb nog een deur die nog niet af is. Ik ben even helemaal in de deuren. Dus ja, nou, op zich heb ik nu verhuistoestanden genoeg. Heb ik alles laten zien? Ja, dat denk ik wel. Nog meer dan wat eigenlijk de bedoeling was, want het is al 8:50, zie ik. Dus ik ben lekker uitgelopen. nou, leuk cadeautje. En ja, je kan het natuurlijk altijd versturen in een, hoe noem je dat? In een bubbeltjes envelop. Dus nou, hier ga ik nog even lekker, natuurlijk met mijn Posca pen overheen, dat het wat opfrist. Vind ik altijd wel leuk dat het net ietsjes ophaalt. En misschien komen er nog wel een paar dingetjes bij. Besjes of zo, dat weet ik nog niet. Nou, dit wilde ik dus graag laten zien. Wat je zoal met die vintage paste kan doen. Je kan het overal eigenlijk overheen doen. Dus ook wel over papier. Zeg maar, je hebt... ik pak maar even een stukje... hoe noem je dat... kraft. Nou, er zit vast nog wel iets aan mijn penseel. Daar kan je het ook overheen doen. Dat je dus op je kraft een oudere vintage look krijgt. Dus het is eigenlijk wel voor allerlei dingetjes geschikt. En dan de mirror spray. Nou, die kan volgens mij ook op heel veel dingen. Want... Even kijken hoor, of ik dat kan lezen. Duits, Engels. Oh, dat is wel heel klein. Alcohol. Ja, kijk, er zit iets van alcohol in. Dus ik vermoed dat het ook wel op glas en zo kan. Great for glas. Nou, het kan zelfs op glas. Hoe leuk is dat? Heb ik hier niet zo bij de hand. Anders zou ik het meteen even proberen. Maar dat heb ik dus niet bij de hand. Ja, wel. Het zat op mijn... kijk, het zat op mijn... daar zit het op. Nou, daar blijft het ook echt wel op zitten. Dat wordt dus poetsen straks. Ja, je kraft krijgt een beetje een leather look van inderdaad. Van die vintage paste. Nou, dit was hem. Ik stop ermee. Ik moet weer wat bedenken voor zaterdag nog. Want dan hebben we weer een... online demo dag van Minté. Met Minté moet ik het zeggen. Dus dan gaan we 3 of 4 lui's doen met de nieuwe lijnen van Minté. Ik wens jullie een fijne avond. Een gezellige Koningsdag, mocht je er iets aan doen. En anders, ja, gewoon fijne dagen. Hè? Hoe moeten we het noemen? In elk geval, tot een volgende keer. Dag allemaal.